Suriname heeft dringende behoefte aan wetgevingsproducten om blacklisting te voorkomen. Dit zei de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, gisteren tijdens een persconferentie op het departement van Financiën. Suriname moet namelijk dit jaar voldoen aan de voorwaarden van de Caribbean Financial Action Task Force om te voorkomen dat het op de zwarte lijst komt. Roemer zegt dat er veel werk aan de winkel is. Ik moet wel onderstrepen dat ik zie links en rechts allerlei angstige berichten over blacklisting van Suriname. Ja, als ik kijk naar waar we staan, en dat staat ook weer onder leiding van het Steering Council, onder leiding van de president, daar is er een goede inventarisatie. Het heeft te maken natuurlijk met acties, maar ook en in het bijzonder met wetgevingsproducten die nog tot stand moeten komen. Omdat als die wetgevingsproducten er niet zijn, kun je ook de effectiviteit niet vaststellen. En dat is vooral de rode draad in de evaluatie. Deskundigen moeten aan het werk gesteld worden om de stappen die ondernomen moeten worden te trekken. Roemer meent dat er vooral gewerkt moet worden aan verandering van de bankwetten. Eentje moeten we vooral een nieuwe. Dat is het toezicht op kredietinstellingen. Dat is intussen al ingediend. En er zijn nog een drietal andere wetgevingsproducten die ook moeten worden afgerond door de centrale bank. Ik dacht zo uit mijn hoofd zo'n zestal. Maar wat betreft het toezicht van de centrale bank op de banken, ja, dat zal intensiever worden. Omdat in zijn algemeenheid, zoals ik u zeg, heel veel draait om money laundering en natuurlijk ook terrorisme financing, om na te gaan hoe het toezicht in dat opzicht verder kan worden verstevigd. Over het toezicht van de moederbank op de andere financiële instellingen zegt de governor dat dit veel intensiever zal geschieden.